C++ verschilt met Java als het aankomt om value semantics. Als je in Java een variabele van het type int aanmaakt, dan wordt deze op de stack geallokeerd. Maar maakt u een variabele aan van een object, dus bijvoorbeeld een instantie van een MyClass-class, dan wordt deze dynamisch geallokeerd op de heap en dat gebeurt at runtime. Deze allocatie moet ook gedeallockeerd worden, daarvoor gebruikt Java een garbage collector. En de Java Virtual Machine gebruikt een tracing collector om uit te zoeken welke allocaties gedeallockeerd kunnen worden. C++ werkt het anders. Een int zal nog steeds ook op de stack geallockeerd worden, maar ook kunt u op deze manier een object van het type MyClass op de stack allokeren. En dat is de preferred manier om dat te doen. Het is sneller, er vindt geen runtime allocatie plaats. Er zijn wel omstandigheden waar u wel een dynamische geheugenallocatie wil hebben. Dat kan wel, dus u kunt zeker ook nieuw gebruiken. In dat geval heeft u hier een pointer nodig. Dus dit zal ook net zoals bij Java gebeurt, at runtime dynamisch geheugen allokeren. Dit geheugen moet ook weer vrijgegeven worden. Dat is niet automatisch, wordt dat gedaan bij default. Dus je zal zelf met een delete dit geheugen weer vrij kunnen geven. Vrij moeten geven. Dit lijkt sterk op wat u misschien gezien heeft in C. In C zal u snel malloc gebruiken en dan free. In C++ is dat ook mogelijk, maar bij voorkeur gebruikt u hiervoor new en delete. Ja, het is makkelijk om te vergeten om geheugen te deallockeren en dat zou resulteren in geheugenlags en dat geeft veel problemen. Er zijn in C++ ook classes ontwikkeld om dat tegen te gaan. Eén klas daarvan is de unique pointer. Hiermee kun je dus ook dynamisch geheugen allokeren op de heap. Maar hier wordt het geheugen vanzelf weer vrijgegeven als deze v-variabele out of scope gaat. Het nadeel van deze unique pointer is dat je hem niet kan kopiëren. Als je wel een kopie zou willen maken van dynamisch geheugen, dan zou je kunnen kiezen voor de shared pointer. De shared pointer heeft een reference counter die bijhoudt hoeveel kopieën er gemaakt zijn en zal het geheugen deallockeren als de reference counter op 0 staat.